Nou, welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn, ondanks dat het mooi weer buiten is. Dat jullie toch de zaal naar luxe hebben gevonden. We zijn hier bij alweer het vierde ASEAN College van dit jaar. En in deze collegereeks spreken we met jonge ontwerpers en jonge vormgevers over hun vak, over hun drijfveren. En vandaag hebben we Floor Frings te gast van het bureau Werkstad. Voorheen MATO-architecte, maar ze zal straks alles vertellen over haar lopen en haar carrière en hoe ze uiteindelijk bij Werkstad terecht is gekomen. Maar vanavond zal het ook vooral gaan over het werk van Floor en over haar benadering van het vak. Mijn naam is Dave Willems, ik ben directeur van het Architectuurcentrum Nijmegen. En de colleges worden voorbereid en ingeleid door Paul van Hontem. Hij is architect en stedenbouwkundige. Paul zal zo meteen kort in gesprek gaan met Floor over wie ze is en wat ze doet. Daarna gaat Floor haar presentatie geven, die zal ongeveer 40, 45 minuten duren. En daarna gaan Paul en ik in gesprek met Floor. Maar we zijn hier natuurlijk met zo'n leuk clubje dat we ook jullie daarbij gaan betrekken. Ik wil ook voorstellen, mochten jullie een vraag tussendoor hebben, meld dat even. Dan kom ik wel even met de microfoon naar jullie toe, want we maken ook een videoopname. Dus dan weet in ieder geval dat het daarin zit. Mochten jullie bezwaar hebben tegen terugkomende opname, dan laat dat ook even weten na afloop. Dan zorgen wij dat jullie daar niet in terugkomen. Dat genoeg over het programma. Paul, ik geef jou graag het woord om in gesprek te gaan met Floor. Welkom Floor vanavond. Kom binnen. Floor, je bent begonnen op de Design Academy in Eindhoven. In Eindhoven, hè? Ja, klopt. In 2004. In 2004, ja. Dat was voor mij de reden om naar Eindhoven te verhuizen. Ja. Maar dat beviel je niet. Niet genoeg, nee. Laat ik het zo zeggen. Maar ja, je miste wiskunde, heb ik begrepen. Ja, de exactheid was iets waar ook een voorliefde voor zat. Maar, dus dat is op een gegeven moment de reden geweest waarom ik de shift heb gemaakt. Maar de Design Academy heeft zeker een soort fundament gelegd over hoe je kan ontwerpen. Het is een hele intense, bijzonder eerste jaar geweest bij de Design Academy. En dat legt ook wel een basis waar ik nog steeds heel blij van ben dat ik dat toen gedaan heb. Ja, het komt ook steeds in je werk nog terug, hè? Een bepaalde werkhouding wel, ja. En uiteindelijk ben ik natuurlijk ook architect geworden. Ja. Dus die twee sporen, dat hele creatieve, dat vrije, dat conceptuele. En aan de andere kant wordt dat gevoed door het technische, de kunde van de meer exacte vakken. Ja, want in 2005 ga je dus bouwkunde studeren, hè, aan de TU Eindhoven. Klopt. Je bent daar cum laude afgestudeerd, master architectuur, heb ik begrepen. En je wordt eigenlijk in 2013 met je afstudeerwerk genomineerd voor een Archiprix. Ja. Wat voor een soort werk was dat? Resensing space. Ja, een deel komt straks inderdaad ook nog terug in het college. Maar wat het in ieder geval was, is ik ging heel erg op zoek naar hoe ontwerp je nou eigenlijk. Dat was mijn grootste drijfveer en dat ben ik gaan proberen uit te zoeken. Ook omdat ik dacht, de manier waarop je ontwerpt, bepaalt uiteindelijk je eindproduct. Dus ik was in mijn afstuderen niet zozeer op zoek naar het eindproduct, maar eerder naar die weg ernaartoe. Want als ik die goed in de vingers kreeg en als ik die kan beïnvloeden, dan zeg maar, dan daarna dacht ik, kan ik pas naar dat eindproduct gaan denken, een gebouw, zeg maar, van architectonisch ontwerp. Dus ik dacht, ik neem nou dit laatste stuk van mijn universiteit, waarin ik dus nog geen daadwerkelijke gebouw maak, laat ik dat nou gebruiken om dat ontwerpproces eens tegen het licht te houden. En wat ik daarin vind of niet vind. Ja. Ja. In het blad De Architect wordt dat resensing space vertaald met belevende ruimte en architectuur. Ja. Vind je dat nou een goede vertaling? Ik heb er nog niet heel veel problemen mee. Vind jij het geen goede vertaling dan? Ja, ik vind er wel iets in zitten wat niet klopt. Daarom in de zin van beleefd, zo van beleefd is iets wat er dan een dubbele woord in zit. Ja. Ja. Ja, maar van de andere kant snap ik het ook weer wel, omdat de beleefde ruimte, dus hoe je hem ervaart, kan je niet loszien van hoe je andere ruimtes hiervoor
ervaren hebt of beleefd hebt. Dus je kennis van ruimtes beïnvloedt altijd de ervaring van je nieuwe ruimte. Dus in zekere zin zit daar nog wel een... Heb ik er in ieder geval geen moeite mee. Nee. Maar je zoekt ook steeds samenwerkingsverbanden in je werk. Hè, van, je zit bij Open Architecture Office. Hè? Ja, daar ben ik begonnen. O-A-O. Dat van Jan Schrevers. Klopt. Dat toch, hè, van als architect. Ja, Jan Schrevers was een docent op de universiteit. Ja. En tijdens mijn studie werkte ik al voor zijn bureau. En eigenlijk ben ik na mijn studie daar eens begonnen om gewoon te leren. Van, kijk, als je van de universiteit afkomt, heb je geen idee hoe je een bouwvergunning indient, bijvoorbeeld. Dat had ik gewoon nog nooit gedaan. Dus dat was ontzettend een goede leerschool om gewoon eens te leren, oké, ik heb architectuur gestudeerd, maar hoe ga ik dit nou praktiseren? En dat heb ik bij hem bijna als een soort van master apprentice rol kunnen leren. En daarna kon ik mijn vleugels uitslaan. Ja, want hij is diegene die ook gezegd heeft, alle ontwerpen ontstaan in een open werkproces in samenspraak met de opdrachtgever. Mm-hmm. Daar staat hij ook onbekend, hè? Ja, zeker. In zijn werk. En dan voor hem is context, aandacht, sfeer en ruimtelijkheid zijn heel belangrijke aspecten. Absoluut, ja. Jij gaat een traject in om in dat bureau partner te worden, ja. Maar dat gaat niet door. Nee. Wat was nou je belangrijkste reden dus dat je daar niet mee verder ging? ik denk uiteindelijk het moment was er niet. Zeg maar, ik denk dat we op verschillende plekken zaten. Het was een klein bureau. En ik kwam natuurlijk van een student, medewerker, positie. En dat moest op een gegeven moment naar een partner rol worden omgezet. En daar hadden wij andere ideeën over. In de zin van, dat ik dacht, nou ga ik partner worden. Nou kan het wel wat risicovoller misschien, wat extremer of wat expressiever of wat meer de hoe zal ik dat nou zeggen? Wat vrijer misschien. En voor Jan was dat natuurlijk ontzettend lastig, want die had al die tijd zijn eigen bureau gehad en ik had hem geholpen en geassisteerd. En dat is toch anders dan als je die gelijkwaardigheidsstap moet hebben. Ja. En ik denk dat het daarin op een gegeven moment dachten, oh wacht. We krijgen die rollen niet meer omgebogen. Ja. En het is beter om dan niet te proberen heel geforceerd die gelijkwaardigheid te zoeken, maar om te zeggen, we gaan als collega's verder. Ja. En in de zin van collega's van losse bureaus. Ja, want je had ook nog een ander samenwerkingsverband waar je in zat, hè? Ja, bij Collaboration O bedoel je, ja. Ja, ik ben altijd zelfstandiger geweest, of zeg maar op een gegeven moment mijn eigen bureau natuurlijk opgericht, maar dat was niet omdat ik alleen wilde werken. Het was omdat ik heel graag wil doen wat ik wil doen en daarin de vrijheid wil voelen om soms ook niet commerciële dingen te kunnen doen of dingen waarvan ik echt nog geen idee heb hoe ik daar ooit geld mee ga verdienen. Maar die vrijheid wilde ik hebben. Ik wilde me daar nooit voor hoeven verantwoorden. En tegelijkertijd maakte dat mij zo klein dat ik dacht, ja, dit is ook niet wat ik wil. Want je wil wel blijven sparren en je ideeën blijven testen. Dus ik heb altijd gezocht naar eerder netwerken dan... dus dat is eigenlijk de vertaling. Geen groot bureau, maar een netwerk van andere mensen om me heen. Ja. En in 2015 richt je Mato Architecten op. Hè? Ja. Dat is echt je eigen bureau op dat moment. Hè? Ja. Waar staat Mato nou voor? Mato, dat was... Is dat nog een verwijzing? Het heeft een verwijzing, zeker. Ik was op een gegeven moment aan het opschrijven van, waar gaat mijn werk nou de hele tijd over? Of waar gaat mijn werk over? Waar ben ik nou? Wat ben ik steeds aan het doen? En wat steeds terugkwam was material thoughts. Dus materiaalgedachten. Dat was steeds de rode draad. En op een kladje werd dat op een gegeven moment Mato. Want dan hoefde ik niet meer helemaal material thoughts op te schrijven. Dus dat werd een soort van Mato. En op een gegeven moment is ook nog die hader uitgevallen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wat ik doe. Ja. En zo is die geland. Ja. In 2017 kwam ik jouw werk tegen op de Dutch Design Week in Eindhoven. En hebben we je naam opgeschreven. En ja, leuk. Vandaar dus dat je nu hier zit. Maar je hebt ook nog meerdere samenwerkingsverbanden gehad met Kofos Architecten bijvoorbeeld. Hè, ja, klopt. Een relatief bekend bureau. En met
werkstad. Ja. En uiteindelijk word je in 2021 partner bij werkstad. Ja. Met Niels en Raoul, ja. Ja. En het bureau krijgt de Jonge Maaskrantprijs. Ja, wat een eer, hè? Ja. Heel bijzonder. En pas uitgereikt, hè? Dus je bent nog in vorige week vrijdag, ja. We zijn nog in feeststemming. Dus niet afgelopen vrijdag, maar de vrijdag daarvoor. Ja, we zijn nog helemaal aan het nagenieten van het festijn, ja. Ja. Ja, dat was heel bijzonder. Ja, ik kom straks toch wel even terug bij Maaskant, hè, in het nagesprek. Dat is prima. Als laatste punt, je blijft gastdocent aan de Design Academy in Eindhoven en aan de Hogescholen van Bochum. Daar heb ik als gastdocent gewerkt, ja. Nu niet meer. Niet op dit moment, maar daar heb ik als gastdocent gewerkt. Maar je geeft wel nog steeds les aan de TU. Aan de TU, ja. Ja. En wij zijn nu benieuwd naar je projecten die je ons vanavond laat zien. Ik ga het laten zien. Ja. Dankjewel, Paul. Ja, dus ik sta hier nu als werkstad. En daar zijn we, dat is de huidige context, zou ik maar zeggen. En waar wij naar streven is Healthy Buildings, Natural Materials. Dus dat is eigenlijk wat de kern van ons bureau behelst. En intussen is dit het clubje waarmee we dat doen. En we zijn goede gestaag en dat is een soort heel bijzonder moment om mee te maken. Dit was de Jonge Maaskantprijs. En dat je denkt, wow, dit is het team geworden. En dat in het vorige gesprek gaat al van hoe dat groeit en groeit en hoe je een soort club samen vormt. En wij staan met z'n drieën nu aan het roer. En wat ik vanavond eigenlijk jullie naartoe mee wil nemen is hoe zowel ik, maar ook een stukje Niels en ook Raoul, wat voor een traject wij hebben afgelegd. En waar eigenlijk Matter as Method steeds de kern was geweest. Dus dat linkt ook natuurlijk naar Matteau en Material Thought. Maar alle drie zijn wij blijven zoeken naar wat is nou de kracht van materiaal en hoe moet je dat inzetten. En dat geldt niet alleen maar, zeg maar esthetisch, maar ook de duurzaamheid, de maakbaarheid, hoe je het in het ontwerpproces een rol vindt. En dit is een beetje de leidende draad die ik, zeg maar, voor deze avond heb proberen te los te filteren. Van wat betekent nou die materiaalgedachte of die materiaalmethodiek en hoe ontwikkelt die zich ook? Want zeg maar, toen ik net afgestudeerd was, had dat een hele andere laag dan waar wij nu mee bezig zijn. Maar je herkent het nog steeds. En dat vind ik ook wel interessant om te zien, dat die materiaalgedachte zich ontwikkelt en verfijnt en dat het bij elkaar komt. Dit is eigenlijk het allereerste begin van materiaalgedachte waar ik mee begonnen ben. Dit is mijn afstudeerwerk. En, of eigenlijk een stukje van mijn afstudeerwerk, zo zou je het kunnen zeggen. En waar ik ontzettend benieuwd naar was, is dat in het gesprek al kwam, zeg maar, het ontwerpproces. En wat je merkte is dat je steeds meer, ook ik ging steeds meer in de computer ontwerpen. Het werd steeds meer renderen, het werd steeds meer 3D modelleren. En er zat zo'n verrijking in. Want je dacht, ja, weet je, het gaat veel sneller en veel handzamer. En tegelijkertijd had ik het gevoel dat er iets door mijn vingers heen glipte. Zeg maar, in hoe je een ruimte beleeft, is niet helemaal te vatten als je naar het scherm kijkt. En ik was dus benieuwd, wat is nou hetgeen wat er door je vingers glipt? Want als ik dat weet, dan weet ik wanneer ik een maquette of een materiaalexperiment moet inzetten. En wanneer de efficiëntie van 3D-modelleren prima is of juist volstaat. Dus dat is eigenlijk waar het begon. En ik kreeg toen 3 mm karton kon ik krijgen. En ik had het voor elkaar gekregen dat ik een lege fabriek in Eindhoven tijdelijk tot mijn werkplek mocht bemannen. En toen ben ik gaan bouwen. Maar ik had eerst een ruimte gemaakt in de computer. En toen dacht ik, ja, dit moet het zo ongeveer worden. En toen ging ik bouwen. En toen liep ik meteen al tegen ontzettend veel dingen aan die in de praktijk helemaal niet zo werkten. Die helemaal niet zo simpel waren. En een van de dingen was bijvoorbeeld, 3 mm karton kan je dus niet meer op staan. Dus als die wand, het waren wanden die ik plat op de grond wilde bouwen en die zou ik dan rechtop zetten. En dan dacht ik, dan komt dat wel goed in de computer. Maar in werkelijkheid werd het dus heel veel over ladders heen en stellages om dat voor elkaar te krijgen. Dus soms was het
meteen al de praktischheid waarvan ik dacht, oh ja, hier glipt iets door mijn vingers. Want als ik de maakbaarheid of een bepaalde volgorde van maakbaarheid niet voldoende in oogschouw hou, dan loop ik tegen problemen aan. Maar ook de detaillering, want dat karton was dus 3 mm dik en ik wilde er wel een hele ruimte van maken. En daar ook weer niet te veel aan toevoegen. En dit soort dingen ontstonden eigenlijk in het werk. Zeg maar kolommen die niet helemaal sterk genoeg waren, dus waar toch nog driehoeken van gevouwen werden. Platen die niet helemaal netjes aan elkaar wilden zitten, dus waar een soort ripjes achtergeplakt werden en die gevouwen werden. En dat waren op de plek oplossingen die je denkenderwijs of makenderwijs bedacht. En zo stond op een gegeven moment die ruimte dan in die fabriek en die sloot aan op een raam. Dus er kwam een soort stuk licht binnen. En zo kijk je dan in die ruimte waarbij je de buitenschil en de binnenschil ziet. En toen had ik allemaal medestudenten gevraagd om op basis van alleen die renders een soort voorstelling te maken van hoe die plek zou ervaren, eigenlijk los van functie en al die opmerkingen opgeschreven. Niet wetende dat zij daarna ook daadwerkelijk in die ruimte zouden komen. Dus dat was een soort supermooi moment dat iedereen dacht, oh, dit heeft ze de afgelopen weken gedaan. En dan stonden ze opeens in die ruimte. En opnieuw vroeg ik aan hun toen om die vragen te maken. Of om die vragen te beantwoorden van, hoe ervaar je nou deze plek? Wat valt je op? En bijvoorbeeld een van de dingen was wat heel erg duidelijk terugkwam was, er heerst een soort sereniteit in die ruimte. En dat kwam, dat probeer je dan een soort van te filteren. Waar komt dat nou door? En het was enerzijds omdat het geluid ontzettend gedempt werd. Want dat karton, dat was heel zacht. Dus als je erop liep, dan veerde dat een beetje in. En alle geluiden werden door dat karton opgenomen. Dat is natuurlijk een heel zacht materiaal in zekere zin. Dus het was veel serener dan je in eerste instantie op de render zou denken. Dus dat was een soort mooi iets waar uiteindelijk ook die titel vandaan is gekomen van mijn afstuderen. Waar het veel meer gaat over de lichamelijke ervaring van ruimte en niet alleen de zintuigen. En dat de zintuigen dus ook niet helemaal los te snijden zijn. Want je ziet iets en op basis van wat je ziet verwacht je een bepaalde gewaarwording. Maar die is altijd lichamelijk. Het is altijd een samenspel van. Als ik iets heel vaak in mijn hand heb gehad en het is hard en koud en ik zie datzelfde materiaal staal, verwacht ik dat het hard en koud is. Dus je visuele informatie en je lichamelijke informatie vloeit altijd in één. Nou, dat waren bijvoorbeeld de positieve dingen van in die ruimte die niet uit de render spraken. En aan de andere kant was het ook dat bijvoorbeeld de naden van die platen waren in de echte ruimte veel dominanter dan je in de render zou verwachten. Want in de render of in de computersimulatie was alles 90 graden, alles paste perfect, alles was goed. En dan ga je het bouwen en dan probeerde ik in ieder geval krampachtig die naden zo min mogelijk te houden. Terwijl later dacht ik, ja, dat gaat me natuurlijk nooit lukken. Ik kan nooit die rechtlijnigheid van de computer evenaren. Dus dat was ook voor mij een soort moment dat ik dacht, dat maken, dan moet er altijd in blijven zitten om die toets, toets erin te houden. Dus nadat ik inderdaad bij Collaboration O, of sorry, bij Open Architecture het vak heb geleerd, het vak van een bouwvergunning aanvragen en de eerste hele praktijkgerichte zaken, heb ik me aangesloten bij Collaboration O. En je ziet hier een foto van het collectief. Het is we hadden één hele grote ruimte en daar deelden we de werkplaatsen in. Dus, en dat was een soort stedenbouwkundig plan zou ik het niet willen noemen, maar je ziet de gele lijnen. En in die gele lijnen was een vak en daar mocht je dan in bouwen wat je wilde. En er zit ook een stipje. En op dat stuk, ik kan het hier niet goed zien, maar het voorste stuk mocht je wel iets bouwen, maar het moest altijd weer verrijdbaar zijn. Want je moest met een auto langs alle plekjes kunnen om grote dingen op te halen. En zo had iedereen zijn eigen eilandje. En tegelijkertijd deelden we een hele grote werkplaats. En de ene kant was staal en de andere kant was een houtwerkplaats. En ik deel dat hier met kunstenaars en ontwerpers, veel mensen van Design Academy. Dus als je een soort achterdeurtje komt, toch weer de Design Academy binnenzeilen. En samen werkten wij in die werkplaats en leerden we van elkaar. En werd mijn werk ook vrijer. Dus ik stond letterlijk in de werkplaats dingen te bedenken.
En daarin was ik steeds op zoek naar, als ik nou een bepaalde architectuur voor ogen heb, en of een bepaalde atmosfeer of een bepaalde lijfelijke ervaring, hoe zou ik die nou in het ontwerpproces, wat voor tools heb ik nodig of wat voor materialen heb ik nodig dat ik ermee kan ontwerpen? Want je kan niet alles één op één gaan bouwen om te kijken wat nou werkt zoals ik dat in mijn afstuderen deed. Dus op een gegeven moment was ik gaan zoeken van hoe krijg ik nou de materialen op maquetteschaal of op verschaalde wijze waarin ik de juiste atmosfeer kan vinden. En dit is bijvoorbeeld een studie die ik heb gedaan met allemaal varkensblazen. En die kon je dan aan de achterkant van de slager, was een soort, mocht ik die af en toe ophalen en dan blies ik ze op. En dan, dan ging ik daarmee op zoek naar een bepaalde ruimtelijkheid. En hier juist naar dat hele vrije en het bewegelijke. Maar ook dit is de varkensblaas, waarin ik blokjes zeg maar in ben gaan hangen. Dus echt op zoek gaan naar die trekkracht en wat doet dat met licht en hoe kan je daarmee spelen en wat voor momenten kan je daarmee maken. Dus het begon heel conceptueel en heel vrij, zeker tussen al die kunstenaars in. Maar het leerde me wel dingen over translucentie en de verfijning van de impact van materiaal op ruimtelijkheid. En op een gegeven moment, zeg maar, dit waren ook wel de modellen die ik dan gebruikte met opdrachtgevers, maar ik merkte dat dat soms dan toch wel heel lastig was. Van, oh ja, maar wat voor ruimte zie je nou daadwerkelijk voor je? Dus op een gegeven moment ben ik het wel iets meer naar maquettevorm gaan vertalen. Maar zijn het dit soort studies geworden? Zo van de glans van het staal, dus dit zijn allemaal, het zijn eigenlijk zulke ruimtetjes. Ze zijn eigenlijk helemaal niet zo groot en die je dan op goede manier belicht en fotografeert. Maar die stalen blokjes, aan de ene kant zijn ze geschuurd en hadden ze een bepaalde glans. Aan de andere kant zijn ze gezandstraald en hebben ze een zekere matheid. En zo ging het gesprek aan over, dit was veel meer een zakelijke plek waar we naar op zoek waren. En hoe wil je daar dan hoekjes in creëren en wat voor een atmosfeer moet dat hebben? Maar ook dit soort beelden, waarin je dus gaat testen van de insnedes van dingen, hier de zachtheid van de ondergrond tegenover de glans weer van zo'n koper. Dus het zijn nog geen gebouwen. En ik was ook nog niet op zoek naar gebouwen, maar het waren beelden om een atmosfeer te ontwerpen, te bepalen aan de hand van materiaalstudies. En hier gaat het eigenlijk wordt het steeds vrijer. Het zijn soort gipsen mallen die op zand zijn gegoten en vervolgens weer rechtop worden gezet. Maar uiteindelijk leiden die ook wel tot betonexperimenten in de daadwerkelijke gebouwde omgeving, omdat je dus op zoek gaat naar zo'n atmosfeer. En hier, dit is eigenlijk ook zo'n beeld waarin we de scherpte zochten en de dunheid, de stapeling, maar ook het verroesten en het die patina, wat voor kwaliteit dat heeft. En bijvoorbeeld, je ziet eigenlijk helemaal links hier bijna een soort zwart geworden wand. En je ziet het roestige plaatje. Die linkerwand is een eikenhouten blokje. En zodra je eik insmeert met roest, wordt het zwart. En omgekeerd ook. Dus zodra staal, geroeststaal en hout met elkaar gaan reageren, dan zie je letterlijk in de kleur, zeg maar, hun reactie. Dat vond ik zo fascinerend, weet je wel, hoe die twee met elkaar werken. Maar dat komt omdat ik naast Steven Banken zat, die dit, zeg maar, in dat collectief, die hiermee bezig was. En dat uiteindelijk zijn we dat ook in gebouwen weer gaan toepassen. Dat je dus het staal en het eik op elkaar laat reageren. Wat hier eerst nog een kleine modellen was. Maar het werden ook dit soort opdrachten. Dus om even een soort van heel concreet te maken van, wat heb je er nou aan als je in een kunstenaarscollectief zit. Dit hebben we bij ons in de werkplaats gebouwd. En het zijn beukenhouten staanders. Dat is me daarna nooit meer gelukt om dat in de bouw op die schaal voor elkaar te krijgen. Maar dit hebben we allemaal zelf door de verdikte bank heen gehaald. En bovenin zit glas. Daar zit een soort slaapkamer. Daaronder zitten twee. Een opdrachtgever was een loft in een oud Philipspand. Je had een ontzettende grote walk-in closet, dus rechts en links zijn walk-in closet en dan loop je met een trap omhoog en dan heb je rechts en links een slaapkamer daarboven. Maar toen we dit aan het ontwerpen waren,
kreeg ik steeds van die kunstenaar te horen, ja, maar waarom heb je eigenlijk een kozijn nodig? Weet je wel? Dat was in mijn hoofd, oh, je wil glas, dan hebben we een kozijn nodig en dat kozijn gaan we dan mooi ontwerpen. En dan zetten we dat op een goede detaillering erin. En hij zei, ja, maar ik heb eigenlijk helemaal geen kozijn nodig, want hij dacht vanuit een kast en een vitrine, en dan zet je dat glas er gewoon zo in en dan staat het er. Dus dat vind ik heel mooi om te zien, van ja, oh ja, daarboven zie je inderdaad eigenlijk geen kozijn meer en die deur heeft ook geen kozijn meer gekregen, of in ieder geval niet zoals we hem normaal gesproken zouden maken. Aan de andere kant moest ik hem wel even waarschuwen van, ja, dit is wel iets groter dan een kast, dus we hebben ook stelruimte nodig. Dus hij had van dat hele woord stelruimte, had hij nog nooit gehoord. Weet je? Dus, en dan, zo staan we rond die zaagtafel, werd dit plan in elkaar gesmeed. Dus hier leerde ik de eerste bouwdingen. En bij al deze projecten was ik dus ook letterlijk zelf aan het bouwen. En toen op een gegeven moment kreeg ik de vraag van de eerste paar dingetjes gebouwd. En toen kwam deze opdracht voorbij. Het was het grote blokje is een woning in Zeeland. En het stond net achter de dijk. En eigenlijk nergens in die woning kon je over de dijk de Oosterschelde zien. En dus de vraag was, van, ja, kan je iets verzinnen dat ik op een of andere manier toch in huis dat water kan zien? En uiteindelijk is het een soort hele studie geworden van, ja, wat moet er dan op of onder, of hoe zit dat dan? En wat we uiteindelijk gedaan hebben is, in het bestaande huis zaten twee dakspanten en daartussenin hebben we iets weggehaald. En is er eigenlijk een nieuw blokje ingekomen. En daarmee reageert het op de oude constructie. Dus oud en nieuw zijn daadwerkelijk in elkaar verweven. En ook dit is bijna als een soort meubel in elkaar gezet op een gegeven moment. Dat had ontzettende precisie nodig om ertussenin te komen en hoe dat met alle trappen er doorheen zou komen. En toen dacht ik, ja, maar dit kan ik niet meer zelf maken. Maar ik wil wel nog die precisie van zo'n meubel houden. Dus op een gegeven moment zijn we dit prefab, zijn we allerlei elementen prefab gaan maken. Dus het is wel prefab op een superkleine schaal. En werd dat eigenlijk met een kraan als een soort doosje in elkaar gehesen en daarin gezet. En dat was zo'n bijzonder moment, want er was dus eigenlijk nog helemaal niks behalve een gat. En op een gegeven moment, weet je, hop, komt die kraan en dan landt dan als een puzzeltje in elkaar. En er was eigenlijk dit, het gekke moment, dat was een van de opdrachtgevers die zo helemaal happy, soort van wow, weet je wel, eerst nog heel spannend. En uiteindelijk is dit een gaatje in het plastic om te testen of we inderdaad het water zagen. En jawel, we zagen nu het water. Dus dan, dat was zijn feest. En uiteindelijk is dit dus het elementje geworden wat we erop hebben gezet. Of elementje, wel redelijk element. En hier zie je hoe dat als een soort meubel in elkaar is gezet bijna. Dus wat ik belangrijk vond is dat er een soort simpelheid in zat. En je ziet bij, moet ik even tellen, het derde raam van links, zie je een heel klein horizontaal stukje. Daar kijk je eigenlijk weer de onderste verdieping in. Dus je ziet het licht van rechts en links schiet daar net zo onderdoor. Dus ik wilde niet dat die eikenbalkenvloer door zou lopen tot de wand, want daar moest het zo dun mogelijk zijn. Dus daar moesten de balkjes dan weer net gedraaid, zodat je die rankheid en die dunheid erin kreeg. Maar ook achter deze kast gaat de trap naar beneden. Dus ik dacht, ja, moeten we daar nou een borstwering gaan maken? Want dat past eigenlijk niet. Dus op een gegeven moment hebben we deze kast zijn we ook zelf gaan maken. Dus die is eigenlijk onderdeel van de eiken balken die we in de vloer hebben gemaakt. En hier heb ik een samenwerking gezocht met een lokale meubelmaker in Zeeland. En met hem in de werkplaats gaan onderzoeken van hoe krijgen we nou die pootjes zo rond en hoe krijgen we die pootjes dan voldoende aan de vloer verankerd, dat we dit ook als balustrade kunnen gaan gebruiken. En wanneer is dan het moment dat jij erin komt en wanneer het moment dat de aannemer eruit gaat. En je ziet bijvoorbeeld in de trap dat het dichte deel van de trap, dus het begin, is nog onderdeel van de kast. En daarna, dus dat heeft de meubelmaker nog gemaakt. En daarna, wanneer die open gaat, werd het weer een onderdeel van de aannemer. Maar om het hout weer hetzelfde te hebben, zijn de tredes gemaakt door de meubelmaker. Dus op een gegeven moment ben je een soort dirigent van dat hele netwerk, waarin je echt als een maker bent. Maar het mooie was ook dat ik dus eens in zoveel tijd naar Zeeland ging om met hem in die werkplaats dus testen te maken. Van wat kunnen we wel, wat kunnen we niet.
nou, dit is een beetje zo de proof of the pudding, zeg maar, van zie je het zee, ja, het is, je ziet het. En, het werkt ook heel mooi dat je dat dak nog steeds ziet. Je bent, zit echt een soort kraaiennest daarboven en kijkt weg over het water. En ook vanuit de dijk is het eigenlijk een heel mooi beeld, want je ziet net zo dat lantaarntje nog daaruit steken. Dus een grote leerschool voor mij was do it yourself. Maar do it yourself niet alleen, do it yourself met anderen. En dat pad heb ik niet alleen doorlopen, dat heeft Raoul in zekere zin ook doorlopen. Raoul is na zijn, dus dat is een van de partners van Werkstad, na zijn afstuderen gaan werken bij Lauchs Bouwmeesters. En die zijn met name ontzettend goed in Limburg in dit soort vakwerken renoveren en transformeren. Dus wat Raoul, wat ik heb geleerd in Collaboration O van de kunstenaars en de designers die naast mij stonden, leerde Raoul van de houtbouw van de vakwerkrestauraties. Dus hoe werken nou die houten spanten, hoe werkt ook de leemopbouw die erin zit, hoe zit nou die wandopbouw. En is uiteindelijk zijn eigen huis gaan bouwen in Lenen. Dus hij heeft een heel ander traject gehad, maar wel met zo'nzelfde insteek. Ik wil begrijpen wat er gebeurt en ik wil de materialen begrijpen waarmee ik bouw en werk. En dit is de hand van Niels. Niels heeft eigenlijk zo'nzelfde do-it-yourself attitude gehad. En die is in Friesland gaan bouwen, zijn eerste project. En dit doosje nam hij mee naar de opdrachtgever. En het is een dwarsdoorsnede van de wand. Want hij wilde een dampopen wand maken. En dat was toen nog best wel gecompliceerd, want niemand wilde dat echt bouwen. En toen zei hij, ja, dan moeten we het gewoon zelf gaan doen. Maar hij moest wel zijn opdrachtgever meekrijgen. Dus hij maakte zo'n doosje om precies uit te leggen welke lagen zijn nou wat en waarom doen we dat en wat is nou de meerwaarde van zo'n dampopen wand. En daarin is zijn stukje, Niels is wellicht het meest het ingenieur van ons drieën, die is dat helemaal gaan uitdokteren. Hoe krijgen we nou zo'n goed mogelijke dampopen wand? En dit bakje staat ook nog steeds bij ons op kantoor als een soort reminder van waar we vandaan komen, zeg maar, die materiaalintelligentie op hun kwaliteiten. Dus ik heb heel erg gezocht naar de atmosfeer en de esthetiek en hoe werkt dat dan? En Niels heeft dat veel technischer, is hij daarin gedoken. En op een gegeven moment, dit bord stond altijd bij ons, bij Collaboration over de deur, grote jongens werken samen. Ik zat bij Collaboration O, maakte allemaal plannen en ben toen steeds meer met Werkstad, ging projecten voor Werkstad doen, Werkstad ging projecten voor mij doen. Dat ging, werd steeds inniger en inniger en op een gegeven moment zei ik tegen elkaar, ja, grote jongens werken samen, wij moeten gewoon de handen ineen slaan en met elkaar verder. Dus dat hebben we gedaan. In 2021 inderdaad zijn we met z'n drieën, als drie partners gaan we nu verder. Maar nog steeds met diezelfde beginpunt. Healthy materials are, or healthy buildings, natural materials. En daar zie je eigenlijk dat materialen op alle verschillende lagen, dus hier neemt het materiaal een soort andere rol op een gegeven moment aan. Je ziet dat er steeds striktere energienormen zijn. Maar in het bouwbesluit zie je dat de RC-waardes lopen op en op en op. Maar het is verbazingwekkend dat er bijna een soort eenzijdige focus is vanuit de industrie. Als je realiseert dat er twee keer meer energie kost om de materialen te maken dan waarmee we onze huizen, zeg maar, isoleren. Dus we zijn zo bezig met isoleren om energie te besparen, terwijl die materialen ontzettend veel energie kosten, de gangbare materialen, om dat voor elkaar te krijgen. Dus het heeft een soort... Ja, wij waren op een gegeven moment van, hé, maar hoe kunnen we dat nou doen, dat we zo die materiaalloop vergeten? Daarbij heeft dat ontzettend isoleren, dus steeds beter isoleren of steeds meer isoleren, had ook een soort negatieve impact op de kwaliteit van leven. Want we deden was eigenlijk een dampdicht huis maken. Dus we maakten een soort hele geïsoleerde schil en vervolgens gingen we met installaties daar weer het goede klimaat in proberen te creëren. Dus eigenlijk wat we doen is we trekken een soort plastic regenjas om onszelf heen en vervolgens gaan we zweten. En toen dachten we, ja, dat is eigenlijk gek. Wat je zou willen is, je zou graag een Gore-Tex jas willen.
En dat had Raoul van dichtbij meegemaakt bij zijn renovatiegebouwen. Want daar gebruikten ze de leem en de dampopen materialen. En Niels had dat vanuit zijn eigen bouwervaring meegenomen. Dus vanuit daar zeiden we, ja, op die manier moeten we architectuur gaan maken met een Gore-Tex jas. En daar komt eigenlijk het eerste project van kalkhennep in Friesland, wat daarmee gebouwd is. Want dat is met kalkhennep en dus een dampopen wand gebouwd. En dit is een beetje een soort inkijkje te geven in het bouwproces of in ons ontwerpproces. Dat je al zelfs in de maquettes gaan we dan op zoek. Dus die maquettes zien er eigenlijk aan de buitenkant totaal niet uit. En het doel is dit soort beelden, want zo onderzoeken we de atmosfeer. Dus die maquettes genereren dit soort beelden. Altijd natuurlijk wel gecomprimeerd, ook met dit soort schetsen, van wat is nou waar moeten de wanden nou dik zijn en waar moeten ze dun zijn. Maar je ziet ook dat de constructie al meteen een soort ruimtelijkheid genereert. En dit is uiteindelijk het kalkhennephuis in Friesland. En hier zie je Niels met de opdrachtgever van vertellen van ja, wat we eigenlijk zouden moeten doen is we zouden met hennep moeten gaan isoleren. En dat die opdrachtgever dacht, wat gaan we precies doen? Maar dat we het uiteindelijk dat wel zijn gaan doen. En dat je ook ontzettend veel voorwerk was er nodig om te kijken, ja, maar hoe kunnen we dan in Nederland met kalkhennep isoleren? Wat zijn dan de meerwaardes? En hoe moeilijk het is dan om mensen te vinden die dat gaan bouwen. Dus hier staat Niels ook weer zelf met de jongens de kalkhennep de eerste experimenten dan te doen op ter plekke. En het is dus eigenlijk een draagstructuur, een houten draagstructuur, waar de wanden omheen gezet zijn. Dus de kalkhennep draagt zelf niet, maar het is dat houten draagstructuur. En hier zie je de lessen ook van Raoul terug, hoe je met zo'n eikenhouten spant, hoe je dat in elkaar zet, maar wel op een hedendaagse manier. En dit zijn uiteindelijk dan de gebouwde, een impressie van het gebouw. Waarbij deze hele doorsnede, waar we in deze hele doorsnede dus aan het pionieren waren. Want alle details moesten we bedenken hoe dat dan werkt met dat kalkhennep. En vooral deze was gecompliceerd, want je ziet hier een wand, zeg maar de wandopbouw van kalkhennep. Maar die moest wel droog zijn. Dus dat betekende eigenlijk dat we eerst het dak moesten maken en het dak waterdicht moesten hebben. Voordat we de wand konden bouwen, want anders spoelde de kalkhennep van de wand weg. Maar uiteindelijk moesten die twee wel weer aan elkaar gekoppeld worden. Dus daardoor zie je dat er op een gegeven moment een soort, waar de goot zeg maar aan de wand uit staat, was dus een heel klein stukje waar we met kalkhennep het dak en de wand uiteindelijk aan elkaar konden storten. Dus al dat soort details in de maakbaarheid en de volgorde moesten bedacht worden. En dit zijn dan een aantal beelden van hoe het gebouw daar dan staat in Friesland. De massieveheid van die wanden die echt als een soort blokken onder dat dak rusten. Maar ook hoe van binnen de constructie steeds het ruimtelijke element is. En dat is ook niet de meest optimale misschien manier waarop je een constructie zou maken, maar steeds kijken van oké, wat moet nou de overspanning zijn dat het zowel past voor de ruimtelijkheid als voor het bouwsysteem. En waarin je dit soort tussenzones krijgt. En vides die je openlaat om het licht binnen te laten. En een ander project waarin we eigenlijk een soort sprong maken. Hier zijn een aantal gebouwde projecten tussen, maar ik maak even een sprong naar. Dit is echt een schetsontwerp waar we op dit moment mee bezig zijn in Ooya en de Waal, omdat dat hier natuurlijk om de hoek zit. Dacht ik, nou, dat is wel mooi om dat er nog in te alvast te vertellen. We zitten echt nog in een SOVO-fase. Samen met Voorschipper Bos, met Studio Nauta, Le Far West en Studio Art Hortberger en Crimson. Dus het is een heel team. Dit is het plan. Dus het is een oude steenfabriek, boven is de vlamoven. Een deel heeft een soort haaghutstructuur, verwijst ernaar naar wat het vroeger was. Maar het staat op een terp. En eigenlijk is dus die rand die daaromheen staat in die terp, werd daarmee heel interessant voor ons. En dat wilden we gaan onderzoeken. Van, je hebt de haaghutstructuur die op de terp staat en de rand waarin het meer een soort vrijheid komt. En hoe moet je daar nou je objecten zeg maar, in plaatsen? Dus ook daar beginnen we zelfs op een landschappelijke manier met maquettes te bouwen. Om dat te onderzoeken, zo van hoe groot moeten die accenten dan zijn. En als we op een gegeven moment een hoek hebben gevonden waarvan we denken, ah ja, hier gebeurt iets. Dan wordt die in schaal groter uitgewerkt. En gaan we hier naar op zoek van, dat zou het dus moeten zijn. Dus dan pakken we er een stukje uit. En hier wordt het spanningsveld tussen
Het wordt een prefab CLT bouwsysteem. En dat willen we zo ver mogelijk prefabriceren. En aan de andere kant heeft deze plek een hele minerale achtergrond. De baksteen, weet je wel, het bakken. Maar dat past eigenlijk moeilijk bij het hele prefabriceren. Want dat kan je er nu natuurlijk niet prefab, dan zit je aan een steenstrip. Dus wat is dan die balans? Hoe krijg je dan dat minerale karakter wel weer in dit project? Dus nu zijn we bezig met wat voor stuk experimenten zouden we kunnen doen. Hoe zouden we daar een soort grofheid in kunnen krijgen, dat je met een soort kalkstuk daarnaar op zoek gaat. Maar ook, wat is de belang van zo'n dak ten opzichte van de onderbouw? Wat voor verschillen ga je daarin zoeken? Hoe rol je eigenlijk die terp af? Dus dat zijn... Daarin zie je dus dat we steeds weer stukken opknippen. En dit zijn eigenlijk nog helemaal geen gebouwen. Of het zijn echt nog schetsen. Waarin het eerste wat we doen is zoeken naar de maquette middelen die passend zijn voor deze plek. En dat is denk ik wat je hier ziet. Weet je, dat hele dunne staal. Maar dat wordt dan wel weer geschuurd zodat het een bepaalde matheid krijgt. Dit zijn gewoon blauwe foamblokjes die we in gips hebben gedoopt en weer met allerlei zand bewerkt hebben. En dat bovenste blok is weer gewoon gips gegoten, maar met een strakke bekisting. En zo zoeken we. En dit is ook om een beetje een soort inzicht te geven in onze ontwerpmethodiek. Heel vaak zeggen we dus ook, we proberen een beetje weg te blijven in het kantoor van referenties van andere architecten. Tuurlijk leer je er ook heel veel van en is dat heel goed om te zien. Maar soms is het bijna te moeilijk om daarmee je eigen geest vrij te houden. Dus we proberen steeds kunstprojecten of kunstinstallaties bij ons op bureau op te hangen. Om ons niet te veel af te leiden van meteen naar een gebouw, maar juist naar de waarde die daarachter zit. Dus dit waren de beelden die wij op hadden hangen toen we over die rand nadachten van die terp. Dat zand wat zo schuift en de hardheid van zo'n gebouw wat er bovenop zit. Wat kunnen we van dit soort van kunstenaars leren? Nog voordat we ons laten inspireren door andere architecten. Want dat doen we natuurlijk ook. Dat is niet zo dat we daar niet naar kijken. Maar ook als je zo'n rand hebt. Oh ja, wat voor andere typologieën zitten daar dan eigenlijk in? Ze dachten, oh ja, dijkhuizen doen dat eigenlijk ook. We hebben misschien geen dijk, maar we hebben wel een hoogteverschil. En daar worden in die terpen woningen ingebracht. En dat gaan we dan, waar we hier dan wat ik ontzettend interessant vond, is eigenlijk aan de rechterkant zie je wellicht nog het meest, het verschil juist, hoe ontzettend prominent dat dak is. En ook die dakrand, die landt gewoon bijna op de weg. Je snapt bijna niet hoe je erin zou kunnen komen. Dus dat landen van zo'n dak. Aan de ene kant en aan de andere kant, dat zie je bij dat linkerhuisje, heb je juist weer een heel groot en open stuk. En die soort spanningsveld daartussen proberen we dan in dit soort schetsjes te vatten. Van, oh ja, het moet eigenlijk gaan. Dus nadat we naar die kunstprojecten hebben gekeken en de eerste materialiteit, kwaliteiten in zo'n maquette hebben gezocht, proberen we dan een soort hele houtskoolschets van te maken. En die komt vervolgens ook op de wand te hangen. Van, dit is dus waar we naartoe willen. Dat moeten we niet vergeten. Waar willen we ook weer naartoe? Oh ja, dit. En het is dus eigenlijk een soort dak. Wat in zo'n soort van zwaarte valt. En je ziet links nog net een stukje van het straatprofiel. En dus eigenlijk ook het binnenkomen aan de kant van de straat te verlagen. Zodat je wel nog net onder dat dak door kan. Maar dat die vanaf straatniveau die zwaarte van dat dak heeft en die impressie van zo'n mooi dak. En dat betekent dus dat we die materialiteit van dat dak heel goed moeten gaan uitzoeken, want dat wordt het ding. En anderzijds zie je dat in de woning zelf, dat we zeiden, ja, als je huis natuurlijk aan één kant in dat dak zit, dan heb je dus, of in die dijk, dat dijk zit, heb je dus ook een hele donkere kant. Dus dat betekent dat de diagonalen van binnenuit heel belangrijk zijn om het licht juist van boven erin te krijgen. En op een gegeven moment leidt dat dan dus tot dit soort modelletjes. Waarin je dus dat spanningsveld van wat je eerst uit je referenties hebt gezocht en op een gegeven moment in een schets. Bij het hier is de kant van de straat, waar het dak echt landt bijna op de weg, omdat het daarna een stukje naar beneden gaat. En zich vervolgens echt opent het landschap in hier. Waarin je dus zegt van, oh ja, aan die kant
heb je dat dak eigenlijk niet meer nodig. Daar wil je juist die wijsheid ervaren. En nu is dus de kunst van de materialiteit van die plek, dus de minerale karakter, plus, nou ja, de terp kan je in zekere zin ook een soort materialiteit noemen, de materialiteit van de plek. En dat moet nou allemaal samenkomen met het bouwsysteem. En dat is dus de volgende stap waarin we zitten. Van ja, nu moet je dat blijven doorvertalen. En tegelijkertijd heeft... Dus dit was weer een soort architectonisch stuk van de impact van materiaal. En anderzijds vragen we ons in... Is het niet alleen maar making architecture? We maken niet alleen maar gebouwen, maar we proberen ook een verschil te maken. En ook daar is materiaal de leidende factor... Of voor een deel een leidende factor in. Afgelopen 26 augustus hadden we de uitreiking van de Jonge Maaskantprijs in het stadhuis van Rotterdam. En daar hebben we een expositie ingericht ter ere van die ceremonie. Waarin we dat verhaal wilden vertellen van waar wij denken, eigenlijk een soort toekomst. Dit is wat we gedaan hebben en hier zouden we graag een soort toekomstperspectief willen schetsen van waar we hopen dat het naartoe gaat. Dit is de omloop van het stadhuis. Normaal gesproken krijg je een budget van, als je de Jonge Maaskantprijs wint, krijg je een budget waarmee je dan een publicatie meestal maakt. En wij dachten, ja, een publicatie, dat past ons eigenlijk helemaal niet. Want we zelden dat onze ideeën in papier landen. Wij willen dat geld eigenlijk veel liever hebben om gewoon een materiaalexpressie te maken. Mogen we niet een expositie maken? En toen zei ze, ja... Dat mag wel, maar het is best lastig om in het stadhuis een expositie te maken, want alles is van marmer en alles moet je heel voorzichtig mee zijn. En wij dachten, oh ja, oké, nou dat kunnen wij wel. Daar worden we juist, dat daagt juist uit in zekere zin. Bijvoorbeeld de meest linker ruimte, daar zie je vier kolommen op de hoeken. En daar hebben we een soort hele grote spanband omheen gespannen, rondom die vier kolommen. En daar hebben we allemaal doeken omheen gehangen, om vervolgens middenin eigenlijk de chaos van onze werkplaats te kunnen laten zien. Dus dat is enerzijds, en dan aan de onderkant hebben we een soort pedestals gemaakt. Pedestals zijn, interpreteerden wij als objecten die ergens symbool voor staan en die een soort visie uitdrukken. En die kromming die je daar ziet, dat was eigenlijk als een soort van opening statement waarmee we begonnen. Hier zie je hoe we zo'n spanband rond die vier kolommen aan het trekken waren. We mochten nergens iets tapen of iets vasthouden of wat dan ook. Dus we dachten, nou, één hele grote spanband will do the trick. En daar zijn dan die doeken omheen gehangen. Dit is de titel van de expositie. Maar ook heel mooi hoe nou dat textiel zo om die kolom heen plooit bijna. En hoe die materiaalexpressies bij elkaar komen. En dit was dan dat deel van de expositie waarbij op de wanden wordt steeds een thema uitgelegd. En in het midden... Nou ja, zie je al de zaagtafel en de maquettes en de materialen. Dus dit was echt onze werkwijze, wat dat liet zien. En dit was tijdens de opening dat iedereen daar zo doorheen meanderde. En die andere stuk, dat hele grote wand, daar gingen we iets grover te werk. Daar hebben we een hele kalk-hennep wand het stadhuis in gesleept. Dat was wel... wat zeg maar, overleggen voordat we dat eenmaal moesten doen. Ik denk ook niet dat ze helemaal van tevoren wisten wat de impact zou zijn, maar te gek dat het allemaal voor elkaar is. Dus wij, heel team bij elkaar gezocht om al die kalkhennepblokken naar binnen te doen. Hier zijn we het opbouwen. Dit was mijn eerste dag terug van mijn verlof, dus ik hoefde niet te tillen. Ik had get out of free jail card, zeg maar. Dus dat was super. Dus ik kon een beetje zo observeren van hoe die wand opgebouwd moest worden. En hier is Niels bijna als... Dus hier stond op een gegeven moment de wand. En op de wand hebben we de tekst geschreven... All this stuff came from somewhere. Dus als je boven kwam van beneden en dan draaide je op een gegeven moment om... dan liep je eigenlijk frontaal tegen die wand op. En die stopte ook even je zicht, zeg maar, in dat stadhuis... wat in al zijn pracht en zijn praal daar staat. En tegelijkertijd dachten we... Ja, maar all this stuff came from somewhere. Weet je, alle marmer die we hier zien... heeft ook ergens anders een litteken achtergelaten op de aarde. En dat is niet dat we daarmee dit gebouw niet waarderen.
juist wel, je moet dit koesteren en je moet hier heel, 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 heel dankbaar voor zijn en ontzettend veel plezier van hebben. En tegelijkertijd moet je je realiseren, all this stuff came from somewhere. En dat is waarom wij op een gegeven moment zijn gaan denken van, ja, maar wat moet nou die verhouding zijn van materialen? Weet je wel, wat kunnen we nu gebruiken als architecten? Wat is onze rol daarvan? We moeten begrijpen waar het vandaan komt als we een verandering willen maken. En zo zie je hoe die wand daar in staat, in dat stadhuis, en hoe je er ook een soort dialoog bijna mee aangaat. En tijdens die ceremonie, dus we hadden eigenlijk drie exposities, en aan de andere kant dachten we, we moeten ook bijna dragen, letterlijk onze boodschap dragen, was het idee. Dus wat we op een gegeven moment gedaan hebben, is we zijn pakken gaan ontwerpen voor die ceremonie. En daarmee wilden we laten zien, wat is nou de kleinste schaal waarin we onze eigen textiel kunnen maken op soort van industriële, op industriële schaal. Kijk, natuurlijk als je zelf iets maakt, kan het veel kleiner zijn, maar wat nou als je dat op industriële schaal zou willen doen? Nou, katoen kun je al niet verbouwen in Europa, dus dat viel al meteen af. Dus dan kwam je op hennep. En toen bleek dat nou, de dichtstbijzijnde waar hennep een beetje grotere schaal verbouwd is, was weer dan Frankrijk. Dat werd vervolgens gesponnen in Polen. En die draad kwam dan terug in Tilburg en daar kon het dan geweven worden. Dus dat was eigenlijk de kleinste loop die we alleen al met onze kleren konden realiseren. Als je bedenkt over all this stuff came from somewhere. Maar toen hadden we het probleem, ja, hoe trouw wil je nou in de leer zijn? Want als je dus ook geen verfstoffen wil toevoegen, ja, dan zit je altijd met een grijs pak. En past dat dan, weet je wel? Ga je dan ook niet op een gegeven moment je stap voorbij? Of word je dan niet te streng in de leer dat je ook heel veel kwaliteit eruit haalt? Dus op een gegeven moment hebben we gezegd, nou ja, wat zou dan wel kunnen? En wat we nu hier in deze stoffen, dat was het mooie dat we het in Tilburg konden laten weven. De ketting is altijd van linnen. En bij sommige kledingstukken zit er een draad doorheen geweven van gerecyclede reststukken van de textielindustrie. Dus waar stukken afgesneden worden van de textielindustrie, dat wordt opnieuw gesponnen. En dan kon je dus een diepe blauwe kleur bijvoorbeeld uit dat afvalstroom halen. Dus je bent dan nog niet helemaal zuiver, want er moeten nog steeds nieuwe kleren gemaakt worden om die afvalstroom te genereren. Maar het is al wel weer iets beter. En dus voor belangrijke dingen zeggen, ja, dat, soms moet je op bedachtzame wijze, moet je misschien af en toe iets toevoegen. Maar het is een soort letterlijke vraag die we onszelf stellen en daarmee ook anderen. Hoe ver wil je gaan? En hier hebben we dus wel een blauwe accenten in onze pakken toegevoegd. En de ketting is dus bij ons allemaal hetzelfde, maar de draad die er doorheen dreigt is bij ons drieën net anders. Waarmee we letterlijk de vraag dragen waar we mee worstelen. All this stuff came from somewhere. En dat proberen we ook in deze totems uit te spreken bijna van. Het zou zo mooi zijn als 80%, of in ieder geval het gros, het grote deel van regeneratieve bouwstoffen zouden zijn, zoals bijvoorbeeld kalkhennep. En dat de kleine dingen, we zeggen niet dat je materialen niet mag gebruiken, maar dat je er juist heel spaarzaam in bent. Dus als je beton gebruikt, tuurlijk, maar doe het op een bedachtzame wijze en dat dat juist heel mooi wordt. En dat juist als je bijvoorbeeld een zink gebruikt, dat dakgootje, dat niet vanzelfsprekend is, maar dat dat juist het sieraad wordt van je gebouw. En dat we, wanneer je dus een materiaal toepast wat een redelijke stempel legt, dat de verbijzondering wordt, in plaats van dat we dat in grote hoeveelheden gebruiken. Dus dat is hier wat je ziet, zo van het grote stuk, ja. En zo'n stalen plaatje, tuurlijk, moet ook op bepaalde plekken kunnen. Maar polijst het dan extra dat het glimt. Of doe daar juist, geef daar je expressie in. En ik wou eigenlijk eindigen met, enerzijds is dit hele grote beeld zoals dat daar in het stadhuis staat, maar ook zeg maar ons statement, of ons curatorial statement, zoals we daar tijdens de Jonge Maaskantprijs verteld hebben. En dat wil ik graag even aan jullie voorlezen, tot slot. Als we nu kijken naar dit verhaal, naar dit gebouw, waaruit bestaat de bulk van de materialen waarmee we bouwen? Waar komt het allemaal vandaan? En belangrijker nog, wat betekenen deze materialen voor ons? Materiaalstromen vinden niet alleen een uitbestemming in de gebouwde omgeving, ze suggereren ook bronnen en beginpunten.
Ze bewegen zich voort door gemeenschappen en beïnvloeden economieën en landschappen. Materialen laten ontegenzeggelijk hun sporen achter. Ze bestaan in plaats en tijd. De schaal waarop we grondstoffen aanwenden roept noties op van overvloed en eindigheid. In het Engelse woord plenty komen twee verwante begrippen samen. Overvloedig en net genoeg of precies voldoende. Hoe verhouden wij ons tot deze tweeledigheid? Wat is er een overvloed en mogen we genereus gebruiken? En wat is eindig en verdient een spaarzame, zorgvuldige toepassing? Welke rol spelen nieuwe regeneratieve bouwmaterialen? En wat wordt de nieuwe rol van eindige materialen met hun unieke kwaliteiten die we moeilijk kunnen wegdenken? Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheden proberen we de implicaties van conflicterende begrippen om te draaien. Eindig en oneindig staan niet loodrecht tegenover elkaar. Precies genoeg en overvloedig vullen elkaar op een dynamische manier aan. Dit vraagt om een meerzijdig perspectief op materiaalwaardering. Naast hun functionele kwaliteiten belichamen materialen ook herinneringen, potentie en schoonheid. Die schoonheid is niet beperkt tot de uiterlijke verschijningsvorm, maar kan ook gevonden worden in de herkomst van de vezel of de potentie van een toekomstige bestemming. Onze werkwijze wordt erbij gemotiveerd door het besef dat grondstoffen en materialen op hun beurt iets van de mens vragen. Kennis en ambachtelijke vaardigheden bijvoorbeeld. Maar ook vindingrijkheid, de wil om zelf dingen te ontdekken, processen te ontleden en inzichten met elkaar te delen. Er kan dus worden gesteld dat we nu zowel collectief als individuele actie nodig hebben om een alternatieve duurzame economie vorm te geven. Een gebouw is hierin niet een object, maar onderdeel van een bouwcultuur, een systeem. Om systeemverandering te bewerkstelligen heeft de architect een diepe betrokkenheid met de gemeenschap nodig. Eén vraag blijft. Betrekken we een gemeenschap door principes op te leggen of door te verleiden met de poëtische notie van de nieuwe bouwcultuur? Dank jullie wel. Dankjewel, Floor. Ga lekker zitten. Ja. Bedankt voor je laatste inspirerende woorden. Over die bouwcultuur en transitie, daar komen we later even op terug. Maar ik wilde even beginnen met een hele korte praktische vraag. Wanneer gebruik je eigenlijk je laptop nog? En ik grapte net aan het begin van het programma dat je iPad Pro had meegenomen. Ja. Maar ik zie eigenlijk in al de beelden die je gebruikt nauwelijks tekeningen, behalve in de eindfase. Hoe zit dat? Wanneer zet je die aan? Ik heb hem nu zie je ze inderdaad niet, omdat ik graag natuurlijk het gedachtegoed wilde laten zien. Ik sta inderdaad heel vaak in de werkplaats. En aan de andere kant ben ik degene die juist de Archicad en de BIM-modellen heel erg beheerst. Want als je de vertaalstap van onze werkplaats naar de gebouwde werkelijkheid wil maken, tekenen we alles 3D uit tot in de laatste details. Wat natuurlijk ook heel even bij het Kalkhennephuis wel liet zien. Dat moet je beheersen om het wel te maken. Dus ik hoop altijd dat het 50-50 is. 50% in de werkplaats, 50% zeg maar tekenen. Dat zou kloppen als ik alle e-mails niet... Ik bedoel, je bent natuurlijk ook gewoon alle zijdingen aan het doen. Maar ik probeer het vak 50-50% ongeveer te... Maar jullie zochten een office manager, begreep ik? Ik was ook een office manager. Heel graag. Want ik zag ook in je presentatie DIY terugkomen. Ja. Ik zou zeggen dat jij een DIY'er bent, zeker als ik de manier zie waarop jij te werk gaat. Mm-hmm. Maar ik citeer ook even uit jullie voordracht voor de Jonge Maaskantprijs. Ja. En daar stond dat binnen werkstad leidt het motto DIY soms tot discussie. Ja. Verloor van het bijvoorbeeld pretentieus klinken, alsof je alles zelf kan. Ja. Waar ligt voor jou de grens dan? Kijk, ik vind het dus, dat hebben we inderdaad intern discussie, ik was even vergeten dat we dat in onze speech hadden gezet, ja. Kijk, ik denk do it yourself, als het inderdaad, denk ik, dan heb je dus alle kennis die alle vakmensen voor ons gedaan hebben, alsof we het zelf beter kunnen en het wiel opnieuw moeten uitvinden. Ja, dat geloof ik niet. Dus daarin vind ik het soms pretentieus, soort van de do it yourself mentaliteit, van oh, we gaan het zelf wel even beter doen. Dus dat, misschien is het ook hoe je ziet hoe ik werk, zeg maar. Oh ja, als ik conceptueler wil denken, dan moet ik mezelf omgeven met kunstenaars en designers. En vervolgens doe je het wel zelf, dus je gaat het wel zelf doen. Mm-hmm. Maar je omringt jezelf met de vakmensen. Dus daar zit voor mij de grens. Ja, je moet het zelf doen om het echt in de vingers te krijgen. Maar probeer altijd eerst alles te leren van alle mensen die voor je
zijn gegaan. Dus het gaat meer om kennis van het proces zelf, om het vervolgens te kunnen... Ja, implementeren. Ja. En vervolgens doe het yourself om het wel echt in de vingers te krijgen. Ja. Ja. Wat mij opvalt, jij leest het einde, of jij leest voor uit de... pamflet. Dit is hem, hè? Ja. Maar je eindigt anders. Ja, we hebben nog een stukje aan toegevoegd. Ja, want het zou eindigen op deze manier, hè, van... onze werkwijze wordt daarbij gemotiveerd door het besef dat grondstoffen en materialen op hun beurt iets van de mens vragen. Kennis en ambachtelijke vaardigheden bijvoorbeeld, maar ook vindingrijkheid, de wil om zelf dingen te ontdekken, processen te ontleden en inzichten met elkaar te delen. Zo zijn we in staat verhoudingen opnieuw te bepalen en ruimte te maken voor een nieuwe esthetiek die kan inspireren en beroeren. Hier ben je heel duidelijk eigenlijk over je rol waar je jezelf in plaatst in dit proces. Ja, maar we vragen ons af of dat nou onze enige plek is. Want als je dus, zeg maar, dit is niet het enige wat wij doen. Je denkt, het moet juist nog veel breder. We zijn niet alleen als architect kies je de materialen, maar je hebt ook impact op gemeenschappen en op mensen en hun levens, zeg maar, die je... die of met de materialen werken of die de materialen vervaardigen, maar ook de woonvormen waarvoor je ontwerpt. Dus bijvoorbeeld, aan de andere kant zijn we ook bezig met een wooncorporatie, het Eindhovens Woongenootschap, waar juist dat soort vragen ook terugkomen. Dus dat is daar waar we misschien net een beetje veranderen van, het gaat ook niet alleen maar over de materialen, maar het gaat over een soort totale inbedding. Die ook heel sociaal gedreven is. En je moet de plek kennen, je moet de gemeenschap kennen om dingen te kunnen veranderen. En daarin is zeker bijvoorbeeld John Caminada een groot voorbeeld voor ons, omdat hij dat heel goed aanvoelt. Maar heb je dan nog wel ontwerpen nodig om in dat proces te kunnen functioneren? Ja, want uiteindelijk wil je mensen verleiden tot die nieuwe esthetiek en die nieuwe bouwsystemen en die bouwmethodieken. En dat doe je toch door een... Ja. Ons vak is ontwerpen. Ja. We zijn architecten. Maar als we nu kijken van hoe we bouwen, hoe we ook lang gebouwd hebben, dan moet je naar de overheid toe om heel simpel een bouwvergunning aan te vragen. Ja. Dat doen jullie ook? Bouwvergunning aanvragen, ja. Dat doen wij ook, ja. Ja, maar dus als je zeg maar de bouwcultuur wil veranderen, dat is misschien wat ik probeer te zeggen, dan kan het niet alleen maar zijn, wij schrijven een ander materiaal voor. Dat andere materiaal moet ook door een andere leverancier gemaakt worden. Dat moet, dus je moet de hele keten... Gecertificeerd worden voordat het toegepast kan worden. Of de eerste pionierstappen maken, dat het misschien nog niet helemaal gecertificeerd is, maar dat je je verhaal vertelt en dat je het op bijzondere momenten laat zien dat het wel kan en dat je op zo'n manier... Ja. Af en toe is het inderdaad zoeken naar de loopholes om het voor elkaar te krijgen. Dat kan ook zijn, dus kijk... Wat mij opvalt, en dat is in deze hele reeks eigenlijk, zie ik dat bijna bij iedere bijeenkomst terug, is dat men heel erg teruggrijpt op hout. Nou, we hebben hier vrij veel kalkhennep, maar goed. En hout, ja. Ja, maar dat ik zie ook de houten voorbeelden bij jullie projecten heel duidelijk. Hè, van waarom dat materiaal, terwijl we weten dus dat ecologisch eindig is. Je moet dat, dus dat is inderdaad, je moet die hele keten moet je gaan inkleden, zodat zeg maar je hout op een goede manier kan gebruiken en dat je ook zorgt dat langer teruggroeit. Ja. En hergebruik van dingen. Zeker. Ja. De meeste productiebos inderdaad. Ja. Ja. Maar misschien om nog even terug te komen op die ecologische esthetiek die je noemde. Ja. Ik hoorde ook dat jullie daar de rol van de verbeelder willen opnemen. Ja. En dat jullie ook een beetje worstelen met de spanning tussen van hoe principieel zijn we in die esthetiek. Ja. Zou je daar iets over kunnen vertellen en hoe jullie daarmee mee omgaan? Ja, dus dat is... Je kan natuurlijk ontzettend principieel zijn en helemaal geen beton meer gebruiken en helemaal geen aluminium meer. En dat is dus de worsteling, hoe ver gaan we? Want als je zo ver gaat, dan betekent het ook dat bepaalde bouwprocessen, en vooral die grotere schaal, wordt dan ontzettend lastig. Want, dus op een gegeven moment denk je ook, maar we willen ook voor mensen huizen bouwen. En ook niet alleen maar voor de happy few die een juweeltje kunnen veroorloven, waarin
alles bijzonder is en alles speciaal. Ja. Dus daarin zoeken we steeds van wat nou als we in ieder geval het grootste deel daar een grote verandering in kunnen brengen. En wanneer het echt nodig is om materialen te gebruiken die een grotere beslag leggen op onze wereld, laten we daar spaarzaam mee zijn. En die heel doelbewust inzitten. Maar we zeggen niet van niet gebruiken. Dat is niet wat we zeggen. Ja. En dat is inderdaad. Dat zijn we steeds opnieuw aan het afwegen. Zo van, gaan we niet te ver? Gebruiken we niet te veel materialen uit? Ja, die heel veel die een negatieve impact hebben. Dat is waar we mee spelen, mee zoeken. Ja, en heeft dat voor jullie ook te maken met een soort van missie? Want je zegt van, we willen niet meer alleen voor de Happy Few ontwerpen. We willen misschien die schaalsprong ook maken. Ik hoorde ook groeiambities in. Ja. Heeft dat ook te maken met... Natuurlijk ook met groei aan zich, maar heeft dat misschien ook te maken met het verkondigen van jullie verhaal? Ja, zeker, want daar bereik je gewoon meer mee. Je kan dan meer, ik hoop, meer goed doen. Hmm. Dat is zeker wat we hopen. Want als we natuurlijk alleen maar, zeg maar dat de woning die ik natuurlijk liet zien in Friesland, daar zijn we en best wel lang mee bezig geweest, en het is er maar eentje. Terwijl bij OI proberen we misschien, zal niet de hele duurzame ambitie lukken zoals wij het graag willen, maar de schaal waarin we het kunnen doen is wel groter. En dan heb je toch weer bereik. En op een gegeven moment moet je jezelf de vraag stellen. En op een gegeven moment dat Raoul die legde dat op, volgens mij ook in die, ik weet niet of het in de speech zijn, maar heel mooi uit. We zijn eerder een diesel, weet je wel. We beginnen en we gaan door. En het is niet zo dat we één gebouw helemaal 100% duurzaam maken. Maar bij elk gebouw proberen we iets net een stukje beter te maken. En in die diesel zijn zeg maar de grotere projecten waar we nu in stappen, lukt het nog niet om alles helemaal 100% het hoogste, de duurzaamheidsniveau te hebben, maar wel heel veel. Ja. En in het volgende project hopen we dat dat weer een stapje verder gaat. Ja. Ja. En hoe merken jullie dat het nu ontvangen wordt? Want je liet foto's uit de begintijd zien dat Niels nog eigenhandig de kalkhennep in een mal stond te gieten. Ja, dat kan dus niet meer. Ja, dat is dus het lastige. Ja, ja, want hoe is de tijdgeest nu? Merk je dat er schot in de zaak zit? Of vallen we toch terug op oude patronen? Als het... Ja, nee. We merken dus het project in OI wat we met Schipper Bos doen. Hm. Dat is te gek. Daar merken we echt verandering waar de projectontwikkelaar, zijn ambitie is torenhoog. Weet je, want het moet CLT en dat komt er ook in. En dat heb ik hiervoor nog niet vaak zo gezien, dat die ambitie bij de projectontwikkelaarkant zo hoog is. Dus daarin zie ik echt verandering. En anderzijds zien we ook, zeg maar met een CPO-project, dat het op spanning soms komt te staan van nu de prijzen omhoog gaan, kan onze duurzame ambitie nog wel ontzettend hoog zijn. Maar als dat betekent dat bepaalde mensen het niet meer kunnen betalen, dan komt het weer op gespannen voet. Dus dat is om een beetje een antwoord te geven op jouw vraag. Aan de ene kant zie ik echt dat er beweging in komt. En aan de andere kant zie ik ook dat het nog steeds heel lastig is. Ja. Voor welke doelgroep is dat project in de OI nu bedoeld? Waar wilt die Is van alles. Er zit sociale woningbouw, middenhuur, middenkoop en hoger segment. Dus het is echt helemaal breed. Maar zit daar ook een woningvereniging bij? Of er zit ook een... Er zit in ieder geval een stukje ook voor CPO. Een woningbouwvereniging... Bij mijn weten niet, maar daar durf ik niet... Durf ik niet met zekerheid al dan niet te zeggen. Ja. Maar inderdaad, de sociale tak zou je verwachten dat daar de woningbouwvereniging bij zit. Ja. Ja. Nee, want ik ben wel benieuwd waar zo'n ontwikkelaar dan naartoe wilt eigenlijk met zo'n project. Hè? Want die zijn eigenlijk, die kennen wij toch voornamelijk als alleen maar denkend vanuit het moet betaalbaar of haalbaar zijn. Ja, dat uiteindelijk moet het ook betaalbaar en haalbaar zijn. Ja. Maar dit is ook wel een projectontwikkelaar die ziet dat hoe het voorheen ging, dat niet door kan blijven gaan. Ja. Dus die heeft een heel mooi langetermijnperspectief. En jullie zijn je gedurende de rit ook meer gaan mengen in het proces, in het algehele proces, volgens mij, om jullie ambities ook te realiseren, als ik het begrijp. Ja. Is dat noodgedwongen of is dat ook iets wat jullie nastreven om die proceskant in de vingers te krijgen om... Ja, je bedoelt aan de voorkant van zo'n woongenootschap oprichten? Ja. Ja.
ik denk niet dat het per se, maar dat, ja, dat het lastig zijn natuurlijk met z'n drie. Kijk, mijn sterkste kant zal het niet zijn. Ik ben een ontwerper en het liefst een ontwerper achter de schermen, ja, die zijn ding daar doet. Niels en Roel zijn er alweer iets anders in. Maar het is wel vanuit, zeg maar, dat we heel graag een verandering teweeg willen brengen. En dat het soms makkelijker is om een grote verandering teweeg te brengen als je je ook gaat bemoeien met het type van opdrachtgeverschap, zoals een woongenootschap. Waardoor we een andere type huur of ander verdienmodel mogelijk kunnen maken. Ja. Ja. Ik kijk even naar het publiek. Hebben jullie vragen? Die mogen er over nadenken, dan gaan we gewoon nog even. Ik zag, ja? Ik kom even naar je toe met de microfoon. Ah ja. Oh. Ik ken het terrein. Ik ken het terrein, ja. Ik ook, ik ken het heel goed. Er is heel veel gedoe geweest, dus ja. Even verbaasd. Ja. Dat wij daar nou, met een heel team zitten we daar inderdaad op. Nee, dat snap ik wel, ja. Maar ik heb heel veel vragen, maar dat ga ik niet. Je mag er één kiezen, hè, dan. Nee, oké. Ja. Omdat het een natuurgebied is, bedoelt u? Omdat het een natuurgebied is, bedoelt u? Nee, dit is geen natuurgebied. Of dat is geen natuurgebied? Nee, dat is een ander stukje van ooit. Het oude steenfabriek, ja, dat terrein. Een deel, en de opslag van militair materiaal ligt daar, ja. Maar wat doet u daar met de monumenten die daar staan? Daar zijn. Ja, dus de vlamoven, die willen we zeker gaan gebruiken. Ja, en ook een haaghutstructuur, zeker. Ja. Ja. Ik kan het niet helemaal allemaal inhoudelijk voor jullie beantwoorden. Ik heb hem erin gedaan om een soort beeld te geven van het ontwerpproces. Zo is het meer bedoeld. Wat voor soort opdracht hebben jullie nu gekregen? In Ooi? Ja. Om een deel van, dus samen met de andere architecten, Jan Nauta en Arshoortsbergen, om het ontwerp te maken tot en met DO, als ik me niet vergis. Ja. En trouwens is het, volgens mij is het niet echt een terp. Nee. Is de omgeving juist afgegraven door verkleining. Ja, en daar zit nu een soort verhoging, ja. Voor de stenen, hè? Ja. Ik ga even naar deze meneer toe, die heeft een vraag. Ja, waar ik nieuws zien ben, u vertelde over de aanvraagvergunning, hè, de bouwvergunning. Mm-hmm. Hè. Ja. Mm-hmm. En daar ben ik wel nieuwsgierig naar, want jullie hanteren een aantal waarden, een aantal principes, en vrijheid, et cetera. En dat staat denk ik heel vaak op gespannen voet met de gewone regelgeving in Nederland. Hè. Dus ja. Hoe gaat dat proces? Hoe krijg je overheden in beweging? Nou ja, dus zorgen dat je altijd net wel binnen de regels op een of andere manier valt. Dus dat is veel, veel overleggen met adviseurs. Zodat we alle documenten toch binnen de regelgeving krijgen. Maar dat is lastig, dat is een deel van de struikel. Maar we ontkomen daar niet aan. Dus ja, ik weet niet helemaal of dat een antwoord is op uw vraag, maar... Ja. En dat het er niet buiten de regelgeving valt, of wat dan ook. Ja. Nee. Dus kennelijk zit er in de regelgeving die we hebben nog veel meer ruimte dan dat we vaak door architecten gebruikt worden. Ja, maar het is wel zoeken. Ja. Zijn er nog meer vragen van jullie? Ook een beetje naar de tijd en kijken. Ja. Paul, heb jij nog... Ga eens in Zuid-Frankrijk, in Barjac, kijken naar het werk van Alsem Kiefer. Dat ga ik doen. Ja, ik heb... ja die heeft... dan laten we even dingen zitten. De
waar jullie de prijs van hebben gekregen, hè, van het werk van... Van de Maaskant, van ja. Van Maaskant, hè, van, dat is wederopbouwwerk, kun je zeggen, eigenlijk, mm-hmm. hè, puur in beton. Ja. Maar hij probeert eigenlijk ook op een bepaalde manier om te gaan met bestaande constructies. Legt in een toren op de hoeken boeken van lood, waardoor die allemaal een beetje uit het gelid staan, ja. aan alle kanten. Maar het blijft wel een evenwicht. Hij gaat ook onder de grond graven om binnen te komen in een theater en dat je dan ook zo naar boven kunt kijken. Het project is al oud. Ik heb het een jaar of 7, 8 geleden bezocht. Toen was Kiefer, woonde daar niet meer op dat moment. Die was vertrokken, want die had ruzie daar met de jachtclub. Die wilde een stuk grond van de jachtclub hebben en dat pikte ze niet. Dus hij is moeten vertrekken daar. Maar een deel van de toren staat nu in Milaan in een hele grote hal. Maar dit project nu in Barzac is open voor bezoek. Daar kun je ook heel veel zien. Hij experimenteert eigenlijk volstrekt met nieuwe materialen, nieuw materiaalgebruik. En je kunt het je niet voorstellen wat hij met vloeren doet en dat soort dingen. Want daar zijn jullie bijvoorbeeld ook mee bezig geweest, hè? Om betonnen klinkers te schuren. Hè? Net zolang dus dat er een mooie patina op komt. Hè? Ja. Dat kun je daar eigenlijk terugzien in Barzac. Ja. Misschien als afsluitende vraag. Voor wat voor project zou jij mogen tekenen? Jullie willen een schaalsprong maken, begreep ik, maar zit er ook niet, in die hoek? Niet meer tekenen. Niet meer tekenen. Joe, daar heb ik eigenlijk nooit echt over nagedacht. Nou, een museum, als je, zeg maar, waarin je echt de ruimtelijkheid kan overstijgen van een woning. Hmm. Of een kantoor, waarin dus de ruimtes wat groter worden, dat lijkt me een hele interessante volgende stap. Ja. Ja, ja. Heel erg bedankt. Jullie ook bedankt voor jullie komst. Ik heb nog even een kleine mededeling over het volgende college. Dat is op 1 november, ook vanuit Lux. Vele Alkemaat en Catharine Koekoek zijn dan te gast. Het wordt een ander college dan gebruikelijk, want het gaat voornamelijk over een podcast waarin ze feminisme binnen de architectuurpraktijk bespreken. Dus het gaat, ik denk dat het meer een soort van zomergasten opzet worden, waarbij we fragmenten laten zien en voornamelijk met hen in gesprek gaan over een aantal thema's waarvoor zij zich inzetten binnen het architectuurklimaat in Nederland. Dat is dus op 1 november en dat is het laatste college van het jaar. Volgend jaar pakken we de draad weer op. Dat programma zal waarschijnlijk in de loop van dit najaar bekend worden gemaakt. Dank voor jullie komst en graag tot de volgende keer.